The cavalry is here! Don't worry, the cavalry is here! Je wou mijn schedel opensnijden. Ja. Kijkers van Kings Cavalry, jullie kijken naar deze gloednieuwe aflevering. Welkom bij Crash Bandicoot, het onmogelijke level. We gaan een derde poging doen om in 20 minuten, 25 minuten, dit level uitspelen. Nou, derde video, hè, met ongeveer 1000 pogingen per video. Als de derde poging was, het is meer een soort van de 300ste poging. Zo, de derde keer als derde video. Je zei derde poging. Dus, just saying. Doe dan je poging. Normaal haal ik dit niet in één keer. Hey! Oh! How could this happen to me? I made my mistakes. Ik was zo trots. Nou... Nee. Weet je wat me opvalt? Ik heb iedere keer maar 2 pogingen en jij 3. En lachen dat ze doet. Godverdomme. Oh, zie jij? Oh, zag je hem zielig zijn? Nee. Nou, nu is het klaar. Nu gaan we gewoon serieus bezig zijn. Oh ja, tuurlijk. Ja. Hoppa. Hoppa. Chippy? Nee. Oh. Joppa. Ze is zo goed. Ze is zelf de turd. Ze is zo goed. Kijk in die rechterbovenhoek zo meteen, hè. Ze is gewoon zwart. Want het lijkt allemaal wel zo eerlijk. En als Karin zo goed is. Een kutkind hier heeft gewoon een hele 2 afleveringen lang. Nee. Heb jij gewoon meer pogingen gehad dan ik? Nee. Jawel. Nee. Dat is gewoon wel waar. Je kan gewoon niet rekenen. Ik vind het gewoon heel oneerlijk dat jij alle jongens die kijken aan het benadelen bent door zelf meer pogingen te claimen. Nee, en dan te zeggen, we zouden toch om de buurt doen? Ja, nou, als we dat deden van het begin, dan hadden we allemaal gewoon, was allemaal goed geweest. Nee hoor, we moesten per se, ik heb het zo eerst hoor. Zie je dit? Wat ik aan het doen ben? Aan het springen? Oh, you. Hier zie je alleen maar een turtle. Hoppa. Ja, dat zag ik wel. Dat zag ik wel. Oh, dat zag je wel. Super. Hier, dit was 1. Ja, zie je dat? Ja, dan nu zo meteen 2. Ja, en dan ben ik klaar al. Ja, maar je hebt er sneller mee klaar. Dan lijkt het gewoon alsof jij minder kansen hebt. Omdat jij er gewoon sneller mee klaar. Oké, ga je gang. Als jij denkt dat als jij meer kansen krijgt, dat het dan beter gaat. Zo. Dan moet je dat gewoon vooral proberen, jongen. Jongen. Ik vind het raar dat je jongens benadeelt met het feit dat jij gewoon niet kan gamen. Vertel het nog eens. Vreet anders even die bak leeg. Ja, ben dan klaar mee. Forever dik. Maar ja. Iets wat je bent kan je niet worden dus. La 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 la. Ah, nee! Ben je blij? Nee! Dit is nu een curse die je over je leven hebt geroepen. Oké, ben ik duidelijk? Ja, pleeg maar zelfmoord! Ja! Ik ga hem nog 1 keer doen. Als het dan niet lukt, dan is het gewoon duidelijk dat jij gewoon een negatieve energie op mij hebt. En dan? Dan ga je weg ofzo. Want je moet nog 20 minuten. Ja, het voelt alsof je al jaren bezig bent, maar eigenlijk ben je nog maar 6 minuten begonnen aan deze video. Dit was je plan? Ik moet al lang opstaan. Dat wordt mijn karakter. Vooral van. Crash Bandicoot, die wordt daar sterker van. Nog een keer, kijk dan. Nu. Je bent al 1 leven verder doorgegaan dan ik, hè? Dat je het even weet. Dit is nog niet de checkpoint. Dat je het even weet. Oh shit, dacht ik de hele tijd. Dit is ook nog niet de checkpoint, dan weet je dat. Ik dacht al die turtles checkpoints waren. Hop, checkpoint. Hoppa.
Nee, maar dat je niet zeg maar nu aan het wachten bent op dat moment om weer mijn controller de verdoemenis in te gooien. Oh. Nee, dat komt wanneer je op laatste verwacht. Bij de allerlaatste checkpoint. Zullen we dan bijna bent op het einde? Dan verwoest ik je leven. Nog steeds een beeld, dus ja, hi. Oh, ik mag gewoon lang genoeg wachten, verwoest je je eigen level wel. Kijk hier bijvoorbeeld, dit is altijd een mooi punt. Dit is altijd een mooi punt. Nu! Hoppa, en daar gaat hij. Daar gaat hij. Ja, zie je wel. Ik druk op X! Oké. Ik ben helemaal klaar voor. Lekker zegt die dubbel fris. Just saying. What the fuck? Oh ja, nee. Je bent echt goed bezig. Oh, sorry hoor, telefoon. Ja, dat is dus een afleiding. Volgende keer als ik doodga, komt het daardoor. Hebben we dat alvast afgesproken? Ja, oké, okay, goed. Ik ben er weer helemaal bij. Ik ga kijken hoe zich faalt. Ja, het ging juist zo goed toen jij er niet helemaal bij was. Ik ga even kijken hoe Karee zich de verdoemenis in laat tieven door dit beest. Kan jij niet gewoon een gangpje mobiel gaan? Je hebt nog een leven, Karee. You can do this. Mijn einde is ook in zicht. Geef hier dat ding. Nou ja, want jij gaat het nu doen. Nou. Kunnen we even lachen, jongens? Wordt het nog een beetje in de comedykanaal. Hoppa. Ja, doe mij maar weg hoor. Succes! 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 Je kijkt nog steeds, dan gaat het fout. Ik zal het mokkel even naar de checkpoint brengen. Dan kan ze weer doen alsof ze iets kan. Want, hè? Ik denk dat iedereen wel weet dat ze dit eerste stuk gewoon voor geen meter kan. En dat wij de persoon zijn die de hele tijd zeg maar het beginwerk moeten doen. Zo, hebben we dat in ieder geval vast voor... Freeze! Ja, ik heb nog een keer. Ik heb ook al mijn levens opgemaakt net. Echt waar? Oh, wat ben ik een geluksvogel zeg. The cavalry is here! Dat is minder hard dan verwacht. Je wou mijn schedel opensnijden. Ja. Yeah. Beetje ademruimte, hè? Dat is altijd wel fijn. Hoppa, zo! Op naar die eerste checkpoint in één keer! Kutbeest aan de kant. Gaan voor. Hier eroverheen. Hoppakee. Hier. Zo. Gaat die goed. Gaan we hierheen. Springen we er tussendoor. Oh. Eén boekenboeken. Het maakt niet uit. Doet Karee ook altijd. Zij springt altijd overheen. Maar wij springen erop. En naar de overkant. Dat werkt wat beter. Dan hoe Karee denkt dit spelletje te winnen. Zo. En dan doen we zo. Dan springen we hierop. En eroverheen. En dan heb je dat beest daar. Dan springen we op zijn buik. En dan gaan we naar de overkant. En dan hebben we zonder een leven te verspillen, hebben we de eerste checkpoint gehaald. Nou, zal ik even laten zien hoe je die tweede haalt. Dat doe ik gewoon voor jullie. Spring hierop. En dan ben je hier. En dan ga je dus hierop. En dan doe je dat nog een keer. En dan kom je op zijn buik. En dan heb je daar dus dat beest lopen die daar... Oh, sorry. Foutje moet kunnen. Die loopt daar in het midden. En dan spring je... Oh, ging bijna fout. Maar we leven nog. En dan ga je naar daar. En dan ga je zeg maar naar de volgende. En dan spring je op zijn buik. En dan ga je naar de... NEE!
Je was even aan het stressen. Eerlijk is eerlijk. Geef toe. Je dacht je leven, hij gaat toch niet even twee checkpoints in één leven aan? Ik heb nooit aangetwijfeld. Dat was een X. En X. En X. Bij de vierde checkpoint gekomen, maar ik weet niet wat je nou stond. Oh nee, nou begint. Bij deze die nou je 10 keer gehaald, hè? Ja, ik heb deze nog geen 1 keer gehaald. Oh, nou, hier, dat bedoel ik. Ik heb nog steeds een leven, jongens. Geen stress. Ik hoor jullie denken, de jongens, van don't do this, Kevin. Hou de eer hoog. Kan je denken dat ze alles kan? Jongens zijn de beste fucking gamers. Hoe zet ik dit uit?